Explosies bij woningen, bedrijven en winkels schudden Nederland wakker. Letterlijk dus. Het aantal bomaanslagen met zwaar illegaal vuurwerk stijgt hard. En de plegers hiervan worden steeds jonger. Maar in uitzonderlijke gevallen horen we ook van jongeren van 11 of 12 jaar die benaderd zijn. Waarom plaatsen jongeren deze bommen? We leggen het je uit en spreken met deze jongen. Op verschillende plekken in Nederland zijn er de afgelopen tijd veel explosies geweest. Een van die plekken is in deze regio, Haarlemmermeer. Ik ging er kijken. Wat hoorde je? Wat voelde je? Wat dacht je? Ik zat op bed en ik hoorde eerst glas breken. Maar ik dacht er niet veel over na. En toen daarna, een paar minuten daarna, hoorde ik een hele harde knal en toen trilde het helemaal. Mijn hele huis begon te trillen en ik dacht al gelijk van ja, dit is niet goed. Dus ik gelijk op de 112 app kijken en ik zag gelijk dat er een explosie was. Dus ik dacht ook van ja, wow. Er was een deurbel, die had het opgenomen en daar hoor je gewoon echt heel hard die knal. En ja, er waren allemaal ramen en glazen en zo helemaal geëxplodeerd. Ja, het is de laatste tijd echt heel erg veel explosies en zo hier. Het is echt een beetje eng aan het worden eigenlijk. De Haarlemmermeer is niet de enige plek waar er explosies zijn geweest. Vorig jaar ging het om zo'n 900 bomaanslagen door het hele land of pogingen daartoe. Dit jaar zijn het er al meer dan 250. De explosies worden vaak veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk, bijvoorbeeld een Cobra 6. En wat opvalt, het zijn steeds vaker minderjarigen die de explosieven plaatsen. Ook vannacht hier weer twee explosies. Een 18-jarige man uit Amsterdam en een 16-jarige jongen uit Zaandam. Daar twee jongeren van 14 en 15 opgepakt. Dit jaar zijn er al zeker 40 minderjarigen opgepakt voor het plaatsen van een explosief. De jongste daarvan waren pas 11 jaar oud. Maar hoe kom je zover om zoiets te doen? Om daarachter te komen sprak ik met Liam. Dat is niet zijn echte naam. Hij vertelde me meer over hoe hij bijna zelf een bom plaatste. Zou je me kunnen vertellen wat er gebeurd is? Ik ben benaderd. Er werd me iets uitgelegd. Ik ging naar een plek toe. Mijn plek werd opgehaald. We hebben hem op een bepaalde plek gebracht. We gaven mij een tas mee waar ik niet in mocht kijken. Dan kom je aan op een plaatje even kijken in de tas. Toen werd in de tas gekeken. Ze is niet op deze hele bom daarin zitten. En wat dacht je toen? Nee, van ja, dit zijn heel veel snel kapot. Het kan opeens naar zo ontploffen. Er woonden mensen hier zo en als ze iets aandoen en gaan opeens een kind dood of zo. Wat er daarna gebeurde, hoor je zo. Maar je hoort het al een beetje. Jongeren gaan niet uit zichzelf zo'n explosief plaatsen. Ze worden vaak benaderd om het te doen via Snapchat of Telegram. Maar ook bijvoorbeeld op straat. Samen met mijn collega's checkte ik wat rechtszaken of we konden zien wie die opdrachtgevers dan zijn. Het ding is alleen, verdachten in die zaken willen daar vaak niet veel over kwijt. Snitches get stitches, zeg maar. Maar soms weten ze gewoon simpelweg niet van wie de opdracht komt. Ziet ook Peter, die met zijn organisatie honderden jongeren begeleidt. Het is vaak heel onduidelijk door wie ze benaderd worden. Omdat soms zit er gewoon letterlijk een online profiel zonder foto's, zonder echte naam achter. En vaak zijn het ook tussenpersonen van tussenpersonen die deze opdracht aannemen. Dus jongeren weten vaak ook niet wie die mensen zijn. Maar al weten ze het, delen ze dat niet voor de risico's die dat met zich meeneemt. Dat ze alsnog bedreigd gaan worden of dat de volgende keer een explosief bij hen voor de deur ligt. Maar oké, benaderd worden is één ding. Maar om het ook echt te doen, en je had dus in de tas gekeken, je zag wat het was. En toen? Op dat moment liep ik weg. Ik besloot om het niet te doen. Toen werd ik aangehouden. Wat dacht je toen? Toen dacht ik, shit, dus ik begon te rennen. Uiteindelijk was ik later opgepakt. Experts zeggen dat het soms om jongeren gaat die echt de criminaliteit in willen. Maar het kan ook om andere redenen gaan. Ja, zijn vaak jongeren die best wel een bewijsdrang voelen. Die willen graag nog ergens bij horen. Die hebben die bevestiging van het huis niet gekregen. Soms gaat het simpelweg over armoede. Jongeren die gewoon geen geld hebben in de omgeving. En denken dat dit de beste manier is om geld te verdienen. Op een snelle manier. En soms is het letterlijk ook dat je onder druk wordt gezet. Omdat je in een verkeerde omgeving zit. Waar je normaal dacht dat het je vrienden waren. Maar je nu onder druk zit. Van als jij het niet doet, leggen we het voor de deur van je familie neer. En waarom heb je het gedaan? Liam wil er niet meer over kwijt, omdat zijn zaak nog in behandeling is.
Sommige jongeren krijgen geld voor het plaatsen van zo'n explosief. Het gaat dan vaak om een paar honderd euro. Opdrachtgevers proberen zo jongeren te verleiden. Happen ze echt, dan zijn de gevolgen groot. En die gevolgen merken ze ook in de buurten waar die explosies zich afspelen. Dat is niet echt schrikkerig of bang gevoel, maar het was wel van dat ik echt in shock was van waarom. Zeg maar. Nou, ik dacht wel even, dan hoop ik natuurlijk niet dat het in je eigen straat gebeurt. Ben je daar bang voor? Nou, niet per se bang, maar als het dan nu echt zo dichtbij gebeurt, dan denk je wel, het kan wel gebeuren. Mijn opa en oma woonden daar in de buurt, dus ik kom daar best wel vaak. En ja, we waren wel wakker ervan geworden. Voor oudere mensen, die schrikken zich dan. Ik vind dat je veilig moet zijn in je huis en dat je niet zomaar ineens een explosie op je huis moet krijgen. Ik vind dat niet netjes of zo. En wat zijn de gevolgen nu voor jou? Ik ben een tijdje vast. Met school ben ik een grote achterstand van. Ja, zoals ik weet niet wat voorgaan. Je mist dingen, je woont niet thuis. Ja, met je familie kan je niet meer praten. Ja, het is gewoon heel erg anders. En dan voel je een soort van, jij blijft vastzitten. Staat op één plek, terwijl het leven heel voorbij loopt. Toen je uiteindelijk opgepakt werd, had je het verwacht? Dat het zo zou lopen? Nee. Nog drie dagen, twee dagen, zijn op de plek. Ik had ook veel als ik mijn ouders nog gelijk weer mocht ophalen of zo. Maar dat was niet zo. Als ik het anders had kunnen doen, dan had ik dat gedaan. En waarom? Ik wil gespreid worden, dat is niet goed. En waarom deel je je verhaal? Zodat een ander te benadrukken om het niet te doen en uit te leggen wat ze als ze doen, dat helemaal niet benadrukken. Want wat moeten ze dan doen? Ik wil naar volwassenen stappen, met iemand erover praten, maar ze gaan lekker doen, ze kunnen ze met elkaar gaan doen. We bekeken zo'n 20 rechtbankdossiers. Sommige jongeren komen eraf met een taakstraf. Anderen moeten juist een paar maanden de cel in. Maar in bijna alle gevallen moeten jongeren een schadevergoeding betalen, die vaak oploopt tot in de duizenden euro's. Ja, dat is best ingrijpend. Toch liggen die straffen vaak veel lager dan bij een volwassene. En daarom zetten opdrachtgevers ook bewust minderjarigen in om die explosieven te plaatsen. Wat is de oplossing volgens jullie? Ik denk dat de oplossing is dat we vooral heel veel volwassenen naast deze jongeren moeten zetten. Hun bewust maken dat dit niet de route is naar een betere toekomst. En als we dat kunnen doen, dan denk ik dat we dit kunnen doorbreken. Voor het benaderen, daar is niet echt een oplossing voor. Mensen gaan niet zo benaderen. Dan willen dat het gebeurt, dan gaan ze benaderen. Maar wat je doet, wel. En wat kan je doen? Naar volwassenen toe gaan. Iemand anders om hulp vragen of over nadenken. Hoe zou jij verder willen gaan vanaf nu, als je weer vrijkomt? Ja, gewoon weer alles oppakken. Weer naar school gaan. Weer thuis wonen. Ja, gewoon alles weer oppakken. En als je dan nu benaderd zou worden, wat zou je dan doen? Dan zou ik het heel anders hebben aangepakt. Ik heb niet iemand die mij steunt. Zo naar hem toe gaan en vragen wat ik zou moeten doen. Want er is dus wel een uitweg. Conclusie. De gevolgen van zo'n explosie zijn best groot. Voor zo'n buurt, maar ook voor de jongeren die het doen. Jongerenwerkers willen dat er een betere aanpak komt, want anders is de kans dat dit toeneemt groot, zeggen ze. Dat was hem voor deze keer. Laat in de comments weten waar we de volgende keer in moeten duiken of wie jij wil dat wij de volgende keer spreken. Doei! Een week geleden lag ik nog plat op grond.